YouTube doet. Like deze video sneller dan dat ik blauw ben voor een 10. Blauw. Over blauw gesproken. Kent Akinator de Rainbow Friends? Dat zullen we nog wel eens zien. Is het een echt persoon? Nee. Blauw bestaat niet echt. Tenminste, de kleur wel, maar het monster niet. Spreekt hij Japans? Nee. Hij zegt alleen... Wah. Klinkt een beetje als mijn oma die boos is. Is die van een game? Ja. Een horror game? Ja. Is die blauw? Ja. Heeft hij te maken met Roblox? Ben je serieus? Draagt hij een kroon? Ja, oh my gosh. En Akinator weet het nu al. Het is blauw. Maar de volgende kleur uit Rainbow Friends... is Taco! Taco is geen kleur. Is groen. Is die van een horror game? Ja. Te maken met Roblox? Ja. Is die blauw? Deze keer niet. Is die meer dan 1000 jaar oud? Maar dat weet ik niet. Kan je karakter praten? Nee. Interessant feitje. Groen kan niet kijken. Maar hij kan supergoed horen. En hij maakt maar één geluidje en dat is... Ja, dat is geen praten. Dus nee, is die groen? Luister, ja, maar je gaat het niet nu al raden. Akinator weet alles weer vandaag. Rustig, Job. We hebben er nog een aantal te gaan. Oranje. Mijn favoriet. Ik ben je favoriet. Jij bent geen Rainbow Friend. Is je karakter blauw? Nee. Te maken met Five Nights at Freddy's? Nee. Te maken met de kleur groen? Nee. Roblox? Ja. Oranje? Ja. Is het een dino? Ja. Wauw. Ik begin te denken dat Akinator stiekem Rainbow Friends heeft gespeeld. Maar wacht even. We zijn iemand vergeten. Paars. De Rainbow Friend die je eigenlijk maar half ziet. Alleen zijn handen en ogen. Dus misschien kent Akinator die niet. Is die blauw? Nee. Draagt die kleren? Dat weet ik niet. Nee. Is die groen? Nope. Roblox uit Roblox. Oranje? Nee, nee. Paars. Ja, Akinator. Heeft die haaientanden? Ik hoop van niet. Nee. Is die paars? Dat zei ik net ook al. Heeft die lange armen? Ja, als paars een speler pakt, heeft hij hele lange armen. Ja. Come on! Oké, Akinator, je hebt gewonnen. Je hebt ze allemaal. Dat is waar ook. Rood is waarschijnlijk de maker van de Rainbow Friends. En je ziet hem maar heel even aan het einde van het spel. Is die blauw? Nee. Heeft hij een dierenhoofd? Nee. Draagt hij kleren? Ja. En dat is ook gelijk de enige Rainbow Friend die er een beetje menselijk uitziet. Heeft hij te maken met Akinator? Nee. Een horrorgame? Ja. Five Nights at Freddy's? Nope. Te maken met school? Stel voor rood is je leraar, dan leer je letterlijk hoe je je eigen Rainbow Friend moet maken. Welke kleur Rainbow Friend zou jij maken? Ik zou gaan voor geel. Maar nee, niet te maken met school. Is die geel? Oeh, toevallig. Nee. Blauw haar? Geen haar. Leeft hij in een bos? Dat weet ik niet. Lacht hij? Hij heeft geen in zijn mond. Nee. Te zien in een film? Nee. Te maken met Roblox? Ja. Is die rood? Ja. En hij heeft het geraden. Maar Akinator vroeg net, is die geel? Niemand weet of er een gele Rainbow Friend is. En zo ja, hoe die eruit ziet. Maar misschien Akinator wel. Dus daar gaan we naar op zoek. Te maken met Roblox? Ja. Is die groen? Nee. Is die blauw? Ook niet. Is die oranje? Nee, Akinator. Is die paars? Ook niet. Is die blauw? Vroeg je al? Nee. Draagt die kleren? Weet ik niet. Is die geel? Oké, luister. Als we nu ja zeggen, bestaat er een kans dat we de geheime gele Rainbow Friend gaan zien. Want Akinator weet alles. Is die geel? Ja. Wacht, wat? Oh my gosh. Is dat hoe geel er gaat uitzien? Eigenlijk gewoon blauw, maar dan geel? Ik ben een beetje duizelig. Wie moeten we Akinator de volgende keer laten raden? Laat het in de comments weten. Laten we gaan voor Shrek. Is het een baby? Nee. Te maken met Roblox? Shrek is in Roblox, maar eigenlijk niet. Te maken met blauw? Nee. Five Nights at Freddy's? Nee. Is het een meisje? Nee. Is die geel? Nee. Draagt die kleren? Gelukkig wel. Een horrorgame. Er is wel een Shrek horrorgame. En ik heb die niet zo lang geleden gespeeld. Gelukkig was ik niet bang. Oké, misschien een beetje. Maar nee, geen horrorgame. Draagt die een hoed? Nee. Is die van een game? Eigenlijk niet. Is die echt? Nee. Al zou dat wel leuk zijn. Lekker chillen met Shrek in zijn moeras. Heeft hij haar? Hij is kaal. Is die groen? Hij is groen. Leeft hij in een moeras? Ah, come on. Ja. Het is Shrek. Een ander Roblox karakter. Piggy. En die is roze. Is je karakter blauw? Nee. Is het een meisje? Ja. Is ze roze? Ja. Te maken met spinnen? Het is geen Mommy Longlegs. Draagt ze kleren? Een jurk van een horrorgame? Zeker. Five Nights at? Nee. Heeft ze staartjes in? Nee. Te maken met Roblox? Ja. Is het een cavia? Nee. Is het een biggetje? Ja. Draagt ze een rode jurk? Ja. Het is Piggy. Oké, dat was een inkoppertje. Oké, een ander dier en een andere kleur. Oranje kat. Oranje. Je kat? Garfield. Blauw? Nee. Roze? Nee. Roblox? Nee. Is het een dier? Ja. Geen Five Nights at Freddy's. Geen konijn. Van een horrorgame? Ook niet. Draagt hij schoenen? Nee. Katten dragen geen schoenen. Staat hij op twee benen? Een kat loopt op vier benen, maar Garfield kan op twee lopen. Maar laten we zeggen nee. Is je karakter echt? Helaas niet. Tenminste, waarschijnlijk bestaan er superveel katten die Garfield genoemd zijn. Maar de echte Garfield, die houdt van lasagne eten, die komt uit een film en is helaas niet echt. Is die van de game? Nee. Is het een leeuw? Nee. Is het een hond? Tegenovergestelde. Leeft hij in het water? Nee. Kan die praten? Ja. Ziet het eruit als een kat? Nou ja...
Het is een kat. Ja. Is het een koning? Mocht hij willen. Is het een meisje? Nee. Is die oranje? Dit wordt hem, hè. Ja. Heeft hij een baasje? Dit wordt hem, hè. Ja. Komt zijn naam voor in de titel van de film? De Garfield film. Heet inderdaad Garfield. Dus ja. Het is Garfield. Besef hoe leuk het zou zijn als je echt kon praten met je huisdier. Als jij voor één dag met dieren kon praten. Met welk dier zou je een gesprek hebben? Laat het weten. We gaan op zoek naar een vis. Nemo. Draagt hij kleren? Nee. Is die slecht? Nee. Twee benen? Nou ja, geen benen. Dus nee. Is het een dier? Ja. Is het een hond? Nee. Kan die vliegen? Vliegende vis? Deze niet. Van Disney? Zeker. Is het een koning? Nee. Van Lego? Nee. Is het een pratende krokodil? Nee. Leeft hij in het water? Ja. Is die blauw? Nee. Het is geen blue. Is het een clownvis? Nemo is inderdaad een clownvis, zoals ze dat noemen. Dus ja, het is Nemo. En we hebben Nemo gevonden. Want dat is toch in de film, zeg maar. Ze gaan op zoek naar Nemo. Wij hebben Nemo gevonden. Ja, hij denkt alles te weten. Mario. Is het een echt persoon? Nee. Draagt hij kleren? Ja. Is het een meisje? Nee. Is het een konijn? Nee. Hij kan wel springen als een konijn. Te zien in een film? Misschien. Maar nee, eerder in een game. Van een game? Ja dus. Haar? Ja. Een horrorgame? Nee. Een pet? Zeker. Akinator? Het is geen Akinator. Heeft hij hondenoren? Nee. Friday Night Funkin'? Het is geen boyfriend. Kan die springen? Hoog springen. Te maken met Roblox? Nee. Nintendo? Zeker. Draagt hij groene kleren? Het is geen Luigi. Een gele hoed? Nee. Komt hij voor in Super Mario Maker? Het is Mario. Dus ik denk het. Draagt hij een rode hoed? Ja, het is Mario. Maar misschien is dat ook te makkelijk. We maken het extra lastig. We gaan niet op zoek naar SpongeBob, maar Doodlebop. Wat eigenlijk een getekende SpongeBob is die tot leven kwam. Maar dat weet Akinator niet, hoop ik. Is het een echt persoon? Nee. Draagt hij kleren? Ja. De tekening dan. Speciale krachten? Nee. Is het een mens? Nee. Van SpongeBob? Ja. Is die geel? Nee. Hij is niet ingekleurd. Is die roze? Het is geen Patrick. Is die rood? Het is geen meneer Krabs. Een octopus? Het is geen octo. Is het een meisje? Nee. Is die geel? Nee. Werkt hij in een restaurant? SpongeBob werkt in de krokante krab. Maar Doodlebop is een tekening. Die probeert om bikinibroek over te nemen. Hij werkt niet. Nee. Heeft hij iets te maken met de zee? Daar woont hij. Is het een vis? Het is geen vis. Octo? Nee. Dat is niet goed. Wil je verder? Ja. Is die groen? Het is geen plankton. Is het een eend? Nee. Is je karakter slecht? Ja. Is het een vierkant? Ja. Doodlebop! Oh my gosh, wat? Ik had serieus niet verwacht dat hij deze goed zou hebben. Maar dat brengt mij naar de volgende vraag. Als jij een potlood had en alles wat je ermee tekent, komt tot leven. Maar je mag maar één ding tekenen ermee. Wat zou je tekenen? Tijd voor een ander spel. Ik ben Blue weer voordat hij Blue was. Blue als mens. En in dit spel moeten wij door de juiste poortjes lopen om groter en breder te worden. Een super boost. Wacht, ben je serieus? Worden we dan nog langer? Laten we dat uitproberen. Vijf keer... Oh, luister even. Ik weet niet of dit hoort. Je moet dus uitkijken voor de rode poortjes. Want die zorgen er juist voor dat je kleiner en minder breed wordt. Of we kunnen hier weer een boost halen. We gaan het gewoon doen. 100 Robux? Waarom niet? Kijk, nu worden we weer super lang, hè. Kijk dan, ik ben de allerlangste Blue ever. Maar dan eigenlijk als mens. Oh, dit blijft raar. Dit blijft raar. We zijn super, super lang. Alleen in de volgende ronde moeten we eigenlijk kijken of we ook super breed kunnen worden. Oké, hebben we het goed gedaan? Oh, snap. Oh ja, hier kunnen we zien hoeveel bonuspunten we krijgen. Volgens mij komen we helemaal tot en met het einde. Wauw. Oké, dat is best insane. Ik zoek bacon hair. Is het een meisje? Nee. Bestaat hij echt? Nee. Van een game? Ja. Bestuur jij hem? Ja. Van Roblox? Ja. Heeft hij haar? Ja. Bacon hair. Abonneer voor meer en adios.